Bonjour tout le monde. Je suis ravie de rencontrer tellement d'élèves qui sont intéressés aux langues et qui veulent étudier des langues. Daarom is het van groot belang dat jullie allemaal weten dat er vanaf volgend jaar op onze school een nieuwe richting is, namelijk de richting Moderne Talen. De richting Moderne Talen is een sterke theoretische richting binnen de doorstroomfinaliteit. Dat wil zeggen dat deze richting jullie voorbereidt op verder studeren, zowel aan de universiteit als aan de hogeschool. Daarom combineert de richting Moderne Talen een brede algemene vorming met een groot pakket aan talen. Welcome everybody. Let me explain what we expect from you. In deze algemene vorming heb je twee aspecten. Je hebt de talen en de wetenschappen. Je zal dus ook de verdiepte basisdoelen behandelen binnen de vakken fysica, chemie en wiskunde. Hola, buenos días. Yo soy profesor de español y en lenguas modernas vamos a estudiar diferentes lenguas. Vamos a estudiar el neerlandés, el francés, el inglés y también una lengua nueva que será el alemán y al final también el español que tendréis en el tercer año. Vais a tener una hora de español y vamos a enfocar en el estudio de las lenguas en general. Hallo iedereen, ben jij de leerling die wij zoeken? Je gaat zo dadelijk een aantal vragen te zien krijgen en leerlingen en leerkrachten gaan daar een antwoord op proberen te geven vanuit hun ervaringen, voorbeelden uit de les. Als jij op het merendeel van die vragen ja antwoordt, dan is deze richting misschien wel iets voor jou. Ja, ik heb een heel brede interesse voor talen, want ik vind dat het alleen maar voordelen heeft om nieuwe talen te leren. Het is heel handig als je naar het buitenland gaat en ik kan dan met die mensen praten in hun taal. Bijvoorbeeld als je een job zoekt en je werkt in een onderneming, is het heel handig als je Nederlands, Spaans, Frans, Engels, zelfs Duits kunt. Want je komt in contact met allemaal mensen uit het buitenland en dan kan je gewoon hun taal spreken en dat is echt alleen maar een voordeel. Ja, ik kan me natuurlijk helemaal aansluiten bij wat Luca daarnet heeft gezegd. En ik ga daar ook in tegemoetkomen bij Spaans, want wij gaan helemaal de focus leggen op spreken en op luisteren. Want uiteindelijk is dat hetgeen waarop aankomt en dat is het allerbelangrijkste wat leerlingen ook willen. Ja, alles begint natuurlijk met de interesse voor taal. Het is heel belangrijk dat je die hebt, maar het wil niet zeggen, omdat je het misschien niet direct van jezelf ziet of weet, dat je een bepaald taalgevoel hebt, dat het er niet is. Het allerbelangrijkste is dat je durft. Je durft fouten te maken en alleen zo kan je het leren. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat je motivatie hebt om dat te leren, dat je dat graag wil leren, dat je dat een interessante taal vindt. Ja, ik ben zelf niet echt een talenknobbel, maar ik heb wel motivatie voor taal. Ik wil graag meer talen spreken, ik wil graag naar het buitenland gaan en daar mijn plan zelf kunnen trekken. Jullie moeten de taal kunnen analyseren en taalstructuren kunnen ontdekken. We verwachten dan ook dat je nu al goede cijfers haalt voor de verschillende taalvakken, want een goede basis is nodig om de richting moderne talen aan te kunnen. Bovendien moet je ook een zekere goesting hebben om je taal naar een hoger niveau te tillen. Dus als je wat meer wilt leren over verschillende culturen en over de verschillende gewoontes in de verschillende landen, dan is deze richting echt wel iets voor u. Zo hebben we bijvoorbeeld in onze klas een groot toneel opgestart in het Engels. Het was eigenlijk de bedoeling dat we allemaal samenspelen en alleen maar Engels praten. En zo ga je niveau van Engels echt omhoog. Ook ga je verschillende reizen maken. Bijvoorbeeld, wij zijn een dag naar Parijs geweest. Zo, daar wandelen je rond. Je praat in het Frans. Je wordt echt zo ondergedompeld in de leefgewoontes in Parijs. Met Duits hebben we dan ook een film gekeken, Goodbye Lenin. En dat was echt een leuke film en daar moesten we wel een taak van maken. Maar dat is echt leuk omdat je bijvoorbeeld normaal geen films kijkt in het Duits. En dan is het dan wel leuk dat je dan op school als een leuk momentje een film kunt kijken. Maar je moet daar dan wel een taak over doen. Maar dat is wel leuk omdat je dan je Duits niveau omhoog kunt krijgen. Ja, als je een nieuwe vreemde taal leert, dan gaat het natuurlijk niet over de taal alleen, maar dan gaat het over veel meer dan dat. Je gaat ook leren over de cultuur van het land waar die vreemde taal wordt gesproken. Je komt van alles te weten over de manier waarop er gefeest wordt in dat land, de manier waarop men daar woont, de manier waarop men omgaat met tradities. Dat soort zaken allemaal, die ga ik met heel veel verve aan jullie vertellen. En vind ik ook heel belangrijk dat je daar interesse in hebt. Ik stimuleer ook mijn leerlingen om niet alleen binnen de muren van de school te blijven, maar ook naar het land
naar het land op zich, om daar naartoe te gaan en om daar de taal ter plaatse te gaan leren en om de leef- en de leefgewoontes van die mensen, om die te leren kennen, daar ter plaatse. De Spaanse lessen die hebben mij ook echt wel verrast, omdat dat zo leuk is. En tijdens de lessen, we doen heel veel andere dingen dan alleen achter onze boeken zitten en studeren en dingen lezen en zo. We hebben ook wel heel veel geleerd over de cultuur, wat de Spanjaarden eten, wat ze allemaal maken en wat voor feesten ze vieren bijvoorbeeld. We zijn dus ook zelf naar Valladolid geweest op taalstage, wat ik zelf heel leuk vind. Om daar te laten zien wat ik kan of proberen te laten zien wat ik kan. Ik denk dat ik zeker wel echt vooruit ben gegaan, omdat op die stage zelf, als je fouten maakt, dat maakt totaal niks uit, omdat je daar in een omgeving bent met allemaal mensen die ook geen Spaans echt supergoed kunnen spreken. Ik denk gewoon de combinatie van de lessen en dan nog de uitstappen en de vrije tijd. Ja, ik zou het echt wel aanraden. Fouten maken is menselijk, maar echt enorm. Ik ben zoveel gegroeid door gewoon die taalstage en vele andere lessen die heel interactief worden opgebouwd, waardoor je echt heel veel bent aan het praten, aan het luisteren, schrijven, alles eigenlijk doet om echt Spaans te leren. We zijn dus op zoek naar leerlingen die de taal willen bestuderen. In de richting moderne talen wordt er meer aandacht geschonken aan verdieping. We gaan ons verdiepen in de woordenschat en in de grammatica. En ook de complexiteit van zinnen en teksten gaat aan bod komen. Passie en volharding, dat zijn de sleutelwoorden als je wil slagen in de richting moderne talen. En plezier beleven van bij te leren, dat zal je beloning zijn. Dus in het vierde jaar krijg je te maken met een nieuwe taal, namelijk Duits. En ik kan jullie alvast zeggen, Duits is eigenlijk niet zo'n makkelijke taal, maar je wordt daar sowieso echt wel goed in begeleid. Voor Engels gaat je ook meer taken krijgen over literatuur. Zo hebben wij bijvoorbeeld in het vierde jaar gewerkt aan het project The Hate U Give. En The Hate U Give gaat eigenlijk over zo discriminatie en racisme en ook zo wat over de Black Lives Matter en zo. Ja, je hebt echt zo van die klasdiscussies, zeg maar, waar dat je ook de meningen van anderen hoort en de mening ook van de leerkracht. En je merkt ook wel dat je, als je zo'n discussies voert, dat je Engels er ook wel echt op vooruit gaat. Ik weet het niet. Wat zal het betekenen? Dat ik zo traurig ben. Een märchen aus alten Zeiten, dat komt mir niet aus den Sinn. De Luft is kühl und es dunkelt. Und ruhig fließt der Rhein. Das war wunderbar und ihr Deutsch ist wirklich hervorragend. Media is vandaag de dag natuurlijk super belangrijk. En jij en ik kijken allebei naar Netflix, YouTube, videoclips, tv. En daar komen natuurlijk allemaal verschillende talen aan bod. Maar op school gaan we dat ook allemaal gebruiken. We gaan liedjes vertalen, we gaan teksten bekijken, we gaan boeken lezen natuurlijk ook. Persoonlijk werk ik thuis ook vaak in verschillende talen. Bijvoorbeeld ik kijk naar Netflix met eens de Franse ondertiteling aan of eens de Engelse ondertiteling aan. En zo steek je ook toch nog heel veel op. We zoeken leerlingen die inzicht willen verwerven in media en communicatie. Zo zal je bijvoorbeeld in het vak communicatiewetenschappen de berichtgeving vanuit verschillende aspecten bekijken. Begrippen als influencers, fake news, propagandatechnieken zullen geen geheimen meer hebben voor jou. We hebben heel ons Engels toneel zelf geschreven, zelf geproduceerd. Elke week waren we bezig met schrijven, acteren, repeteren, decors maken. En we communiceren natuurlijk altijd in het Engels. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il faisait froid partout dans notre pays. Ce soir, il gèlera moins 7 degrés au nord et moins 4 degrés au sud du pays. Zie jij jezelf helemaal in deze richting, maar twijfel je nog wat je dan daarna verder kan gaan doen? Als je de tweede graad succesvol afrondt, ben je daarna meer dan welkom in de richting economie, moderne talen wetenschappen of taal- en communicatiewetenschappen. Wie weet, tot binnenkort.